Dag. Het leek vandaag wel lente. Tenminste in het midden en westen van het land. Want daar was de lucht ja, lange tijd toch wel blauw en uit de wind was het ook echt wel even genieten. Maar ging je wat meer richting het oosten, zoals in Limburg of de Achterhoek, ja, dan viel het weerbeeld echt wel tegen. Daar kwam veel lage bewolking voor en die bewolking bleef ook lange tijd hardnekkig. Dat zagen we ook vanuit de ruimte terug. Nederland, Grotendeels vrij van bewolking. Maar vanaf Groningen via de Duitse grens richting Limburg. zagen we toch een pakket met wat hardnekkige bewolking. En ja, dat duurde ook echt wel lang dat dat vandaag allemaal oplostte. Zelfs aan het eind van de dag kwam in de achterhoek of in Twente. toch nog wat bewolking voor. Terwijl het elders in het land toch al grotendeels zonnig was. Wat verder opvalt is dat we op de Noordzee een aantal hoge wolkenvelden zien klaarliggen. En die bereiken vanavond ons land. Op de computeranimatie zien we dat ook mooi gebeuren. Wat hoge wolkenvelden die overtrekken, maar blijft wel droog. En ook morgen is er volop ruimte voor de zon. Maar er trekken ook weer nieuwe wolkenvelden over. En de lucht zou dan niet altijd even blauw zijn. Donderdag trekt er overigens een storing over. En dan is het weerbeeld helaas toch een stuk natter dan we eerst dachten. Het valt allemaal een beetje tegen. En ook in de loop van vrijdag zien we een volgende krul met actieve buien Nederland benaderen. Het is dan nog wel even de vraag hoe ver die buien het land optrekken, dat is allemaal nog een beetje onzeker. Als we eerst kijken naar komende nacht, dan zien we vooral in het binnenland brede opklaringen terug en in die opklaringen kan het ook hard afkoelen. De minimaal komen zo rond de min 1 uit in het oosten van het land. Gaan we wat meer richting het westen, dan is de bewolking wat hardnekkiger, komt de wind ook iets meer van zee en dan blijft de temperatuur vele op 3 of 4 graden steken. Morgenochtend kan het ook eerst lange tijd toch nog wel een beetje mistig of ja, bewolkt zijn in het oosten van het land. Dat trekt dan wel snel op en dan komt vanuit het westen de zon geregeld tevoorschijn. De zon gaat het ook best wel goed doen, maar in de middag trekken toch weer een paar van die hoge wolkenvelden over. En met de wind die naar het zuidwesten is gedraaid, wordt het toch een stukje zachter. 9 graden in het noordwesten tot 10 of 11 graden in het zuiden van het land. En ja, dat zachte weer houdt ook donderdag aan. De temperatuur ligt zo rond de 10 graden, maar de bewolking wordt dikker. En er trekken dus een aantal regenbuien of wat lichte regen over het land. Het valt dus allemaal een beetje tegen dan. En vrijdag zien we dan ook in de meerdaagse die buien terug bij een graad of 11. En ook de nachten verlopen door de bewolking een stuk zachter. En ook tijdens het weekend blijven we met die hoge temperaturen te maken houden. De nachten die verlopen vorst vrij. En misschien dat volgende week het allemaal een stukje droger en beter wordt. Wens u een fijne dag!